Hi, ik ben Gijs, onderdeel van het sprekersteam van Heartbeat Nederland. En dit is mijn preek van de week. Soms heb je het gevoel dat de kracht van de Heilige Geest ver te zoeken is. En je niets ervaart van de gaven van de Geest. We kennen allemaal wel ups en downs. En we hebben ook allemaal wel eens een periode gehad waarin we ons verre van voelen. Of soms zelfs volledig leeg voelen. Misschien zit jij nu wel in een periode waarin jij afstand voelt tussen jou en de Heilige Geest en niets voelt of ziet van zijn kracht en zijn gaven. Ik vind het belangrijk om direct een onderscheid te maken. Ik heb het tot nu toe steeds gehad over gevoel. Je voelt niets van zijn kracht en ervaart niets van zijn gaven. Ik heb ontdekt dat wij veel te veel luisteren naar ons gevoel en daardoor vatbaar zijn voor leugens en aanklachten van de duivel. De Bijbelse waarheid zal altijd zwaarder moeten wegen dan ons gevoel. En daarom is het ook zo belangrijk om onze harten en gedachten te vullen met waarheid. Want dan vullen wij ons met de geest van waarheid. Als je de Bijbel bestudeert, dan lees je dat de afstand of de leegte die wij soms voelen helemaal niet de waarheid is. In Jesaja 64 vers 1 staat: Och, dat u de hemel zou openscheuren, dat u zou neerdalen, dat de bergen voor uw aangezicht zouden wegsmelten. Jesaja profeteert hier over iets wat vervolgens in vervulling gaat, in Markus 1 vers 10. En meteen toen hij uit het water kwam, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En in Johannes staat er specifiek dat de duif, de geest, op hem bleef. Er staat nergens dat die geest is weggegaan of dat de hemel weer is gesloten. Het is diezelfde geest die vervolgens de discipelen vervult en die op hen blijft. Jezus geeft door wat op hem rustte, wat in hem woonde. Wat duidelijk wordt aan deze twee teksten is dat wij onder een open hemel leven. De hemel is opengescheurd, de geest is neergedaald en die is hier gebleven. Eerst rustte hij op Jezus en nu rust hij op ons. Woont hij in ons. Jezus heeft aan het kruis voor altijd overwonnen. De afstand die wij voelen is dus geen realiteit. Het is geen waarheid. Het is niet Bijbels. Het is heel belangrijk om je hier bewust van te zijn. De afstand zit tussen onze oren, in ons hoofd of in ons hart. Niets of niemand kan de relatie die je hebt met God, met Jezus en met zijn Heilige Geest verbreken. Als jij in gedachten door de Heilige Geest praat tot God, dan is dat jouw beschermende privékanaal. Hoe tof is dat? Het is wel belangrijk om te onderzoeken waar het gevoel van afstand vandaan komt. De Bijbel schrijft in 1 Thessalonicenzen 5 vers 19 dat wij de geest wel kunnen uitblussen. Hier wordt de vergelijking gemaakt met een vlammetje. Een klein waakvlammetje zal altijd blijven bestaan. Die afstand is er niet. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat het kleine vlammetje een groot vuur wordt, wat anderen verwarmt en in de fik zet voor Jezus. Ik wil je daarom uitdagen om te kijken naar de oorzaak van jouw gevoel of van jouw gedachten. Hoe kan het dat die leugen de overhand heeft gekregen? De Bijbel leert ons om door de kracht van de Heilige Geest de regie te nemen over jouw gevoel en jouw gedachten. Als het gaat over de wapenuitrusting van God, dan staan er alleen maar woorden in die vragen om actie. Dus als jij het gevoel hebt dat er afstand is tussen jou en God, als jij het gevoel hebt dat je leeg raakt in plaats van vol wordt, dan wil ik jou uitdagen. De eerste stap van de wapenuitrusting in Efeze 6 is: omgord je met de waarheid. En dat is niet zomaar. Dit is namelijk ook het gebied waar jij als eerste in aangevallen wordt. Ik wil je uitdagen om die riem op zo'n moment nog een tandje strakker te trekken als reactie. Dat betekent dat jij dwars tegen je gevoel in juist tijd gaat investeren in Bijbel lezen, preken kijken, worship luisteren, etc. Hier moeten wij in leren volharden. De Heilige Geest zal jou hier de kracht voor geven als jij hem hierom vraagt. En dan zal je merken dat je na een periode weer open gaat staan voor de Heilige Geest in jou. Dan zal je merken dat de afstand die je altijd voelde maar een gevoel is geweest, maar geen waarheid. Dan zal je merken dat de tekst in Jesaja 43 waarheid gaat worden in jouw leven. Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. Dan zal je merken dat de Heilige Geest weer krachtig door jou heen gaat werken en dat jij die kracht en zijn gaven mag inzetten om levens te veranderen om je heen.